Allereerst onze welgemeende excuses voor het niet verschijnen van een vlog vorige week. En de reden daarvan was dat er eigenlijk niks gebeurd was, want ik was op vakantie. En of een weekje in een hutje op de hei. En er is dus niet zoveel gebeurd. Dus ja, we dachten, weet je, we doen het gewoon niet, want ik had 2 beelden gemaakt. Dat was eigenlijk helemaal niet zo heel interessant. Tenminste, we hebben natuurlijk wel alle details van de nieuwe website natuurlijk blootgelegd toe. Maar goed, ja, als het verder weinig gebeurt, dan kun je natuurlijk niet daarover doorgaan. Maar goed, deze week, het is maandag en ik ga straks dus onderweg naar Samsung. Dat is best wel vet, want ik ga met hun praten over een sponsoring van het Gamers at Esports team. En de sponsors, er zijn meerdere sponsors, ook al toegezegd. Alleen we zitten nu een beetje in de laatste fase van het vinden van sponsors. En dan gaan we toch echt heel snel beginnen met het starten van het Gamers at Esports team. Waar jullie eigenlijk alles over te zeggen krijgen. Dat is een beetje het unieke van het hele project. Een beetje in verlept, hè? Want het komt door de fucking weer hier. Welkom op Texel. Ja, waar het zonnetje altijd schijnt. Maar niet nu. Maar niet als wij er zijn. Maar niet als wij zijn. Nou, gisteren was het wel. Ik was gisteren op Texel, maar gisteren was het gewoon een beetje gezelligheid. Maar vandaag is het keihard werken, Leon. Want Leon en ik zijn natuurlijk, vinden het leuk om even naar Texel te gaan. Ook voor onze paar dagen tussenuit. Maar we doen ook serieuze zaken. We zijn echt bezig met hele serieuze zaken. Fucking serieuze zaken. Namelijk de toekomst van Gamersnet. Die ligt letterlijk in the palm of our hand. Ja. Vertel eens, wat zijn we allemaal doen? Het zijn kleine en grote dingen. Weet je, het zijn kleine dingen als de nieuwe Hot Coffee Show. Wat gaan we daarmee doen? Er komt een opvolger van Games in 1 minuut. Hoe gaan we dat vormgeven? Maar ook wat meer soort van serieuze zaken. Ja, wat technische dingen eigenlijk over de nieuwe website met hoofdletters. Ja, het nieuwe gamersnet.nl. Die, ja. Nou goed, daar ga je binnenkort allemaal wel weer meer van horen. Dus we zijn nu echt superveel aan het uitdenken. Vette ideeën aan het maken, uitwerken. En vooral Leon is heel erg creatief aan het zijn. Ik ben lekker aan het schrijven. Ja, Leon is vooral aan het schrijven, ja. Maar goed. We hebben het leuk op Texel. Texel is toch een beetje de walhalle van de gamer die tot zichzelf wil komen. Ja, inderdaad. Als je echt even wil weten waarom je gamer ook weer zo leuk is, in plaats van gewoon in de natuur zijn, dan moet je naar Texel gaan voor 3 dagen. Is. En daarna wil je gewoon weer lekker jezelf opsluiten, 10 dagen, 10 uur op een dag. Gewoon gamen en niet huis uitkomen. Echt, hè. Kijk waar we nu zitten, alleen maar kinderen. Die mag niet filmen, krijg je boetes en zo. Ja, boetes als je iemand kind filmt. Maar ja, als die er dan achter komt, dan mag dat niet. Ja, die kinderen zijn niet naakt of zo. Hè? Nee, maar dat mag gewoon niet. Die hebben nog geen beeldrecht. Zou ik heel stiekem doen? Ik doe net als ik jou nu film. Nee, heb jij nu gefilmd. We zitten trouwens in de ijsboerderij op Texel. Als jullie het kennen, doe even een reactie eronder. Want het is echt hilarisch ijs. Ja. Ja. Hilarisch? Ja, met rum en zo. Ja, daarom zijn we ook zo vrolijk. We zijn eerst helemaal gloomy, want ja, de toekomst van gamers net. Maar nu we het rumijs hebben gehad. Ja. Er was nog één ding met de toekomst van gamers. Oh ja, er komt ook nog iets fysieks van gamers net. Daar kunnen we echt nog niks over zeggen. Ja, dat ene fysieke, waar jij zo tegen bent, maar wat wel gaat komen. Oh, dat? Ja. Ja. Een feest. Wat ik nu mis, hebben we ook echt hebben nu 2 minuten voor ongeluld. Ja. Het gaat helemaal niks. Ja, een nieuwe Hot Coffee Show. Oh, ja, en opvorming van Games 1 minuut. Ja. Dus dat is al wel echt een net nieuwe Games, dat is ook heel belangrijk. Ook. Komt snel. Ik beloof het nu echt. We hebben het heel vaak gezegd. Wow, hebben we dat nou echt beloofd? We hebben nu echt beloofd. Maar wat is snel? Voor mensen is snel heel snel, Lee. Kijk, we zitten al 6 jaar te wachten op een nieuwe website. Dan is het snel. En in vergelijking met die 6 jaar komt het echt fucking snel. Voordat je weet dat het er is. Is het er eigenlijk? Nee. Nice. Ik ging vroeger samen met mijn vader en mijn moeder altijd op vakantie naar Florida en naar Oostenrijk. En god, waar gingen we allemaal heen? Het is allemaal ver, allemaal duur, allemaal gek. Dus ik vind het heerlijk, nu ik wat ouder ben, ik ga naar eigen land op vakantie te gaan. Want dan leer je ook wat van de Nederlandse cultuur. Kijk hier bijvoorbeeld. Er wordt gewoon een koe. Gewoon, daar worden dingen mee gedaan waar ik alleen maar van kan terugkomen. Je bent gewoon een machine voor echt. Ja. Dat je ook gewoon zo gaat staan en doe je een stripboekje erbij lezen of zo. Who the fuck needs Grindr, man? Dit is echt zo vet. Wat heerlijk. Oh, u mag ook boven kijken, zie ik hier staan. Dan kijken we ook even boven. Ja. Echt een strontzooi. Eigenlijk wel, ben je aan het filmen?
Die zit gewoon zo. Het is echt, het is als je de lucht kon ruiken door de camera, het is echt niet fraai. Je ziet ook gewoon op de grond, zie je ook gewoon. Alleen maar schijf. Ze hebben beneden een kalfje. Oh, maar. Ja, ik heb trek, kom gaan. Op zo'n spit, ronddraaien. Ja. Lekker. Kijk, het is overgewaaid uit Frankrijk, waar je zelf in een restaurant een kreeft kan uitzoeken die ze vervolgens in een pan met gloeiend heet kokend water gooien. Nou, dat kan hier ook, op Texel. Met hele lieve, schattige kleine kalfjes. Leon is alvast aan het aaien voordat hij straks... Mogen we er hem in huis nemen? Nee, om... ja, zeker. Ik heb wel te eten. Voor Genius Q, jij hebt wel heel lief. Echt extreem lief. Hij is niet heel voorzichtig, moet ik zeggen. Nee, je moet er niet per ongeluk hier nudist zijn. Zo! Doe eens normaal, joh. God. Wij komen weer de homofiele koe tegen, hoor. Jezus. Oh, man. Ja, het is niet fraai. Het is niet fraai. Lili, daar lust... Zo, oké. Dat is ook lekker. Die heeft hij gelijk... is ook goed bezig. En hij gaat ook. Oh, wat goed. De menstruatiecyclus is... is check nu. Het is goed, hoor. Is heel leuk, Texel. Ik zou... Ik kan het aan iedereen aanraden. Kijk, jullie hebben ons gisteren gezien met het kalfje. En het kalfje, kom eens Leon, mochten we uitzoeken wat er s'avonds op het bord kwam. Dat is inderdaad gebeurd. Ze hadden hem goed bereid, mals. Ik had alleen geen trek meer, dus ik heb het weggegooid. Maar we zijn nu op zoek naar een nieuwe pontjas. En nou hebben ze hier op Texel Ecomare. Dus nu uitzoeken welke motiefje ik wil. Ik dacht dat die daarachter, ja, dat ziet er prima uit hoor. Ja? Ik denk dat best mooi is. Ook zwart. Ja, heel mooi. Dus die zoek ik dan straks uit. En doe ze heel humaan hoor. Doe ze niet meer met knuppels natuurlijk. Doe ze gewoon met een harpoen. Anders heb je het ook niet gedaan. Ja, en ze geven ook 5 minuten voorsprong. Ja. Wat ook altijd wel lach is. Gooi ze daar in de duinen en verderop. En dan komt het. Nee, jongens. Support allemaal de zeehondjes. Zoals jij straks ook gaat doen. Nee, ik ga een bruinvis adopteren. Ik zweer. Ja, vind ik echt vet. Ja, want ik ben fan van... Dan krijg je van grote foto's van een... I know. Ik ben echt, dat weten mensen misschien niet, maar ik ben enorm fan van bruinvissen. Want... Ja. Geen flauw. Ik zei. Okay. Wil je de bruinvis zien? Dat is goed hoor. Dat is gewoon bruinvis. Kom, ga mee. Nou, hij zit hier hoor. Dus... Dat is vet als het dan ook. Ja, I know. Het is een beetje een windje laat. Oké. Okay. Bruinvissen zijn echt fucking assen. Want bruinvissen zijn de kleinste dolfijnsoort. Met een stompe neus. En ze zijn gewoon echt super schattig. Het zijn de kittens van de dolfijnen. Ze waren een beetje dom, zei je toen. Ja, want ze hebben niet zo'n grote hersenen als grote dolfijnen. Ze zijn iets dommer dan. Ze zijn ook minder trainbaar dan gewoon dolfijnen. Je zou ook nooit een bruinvisshow zien, wel dolfijnenshows. Nee, ze zijn precies. Zo fucking lief. Oh, dus ik wil aaien zo. Ja, ik zou wel willen aaien. Mag één? Ja. Naartoe? Natuurlijk, nou, maken we wel een bassin op GNHQ. Ja. Toch ruimte zat. Ja, joh. Nou, dan ben je weer een jaar ouder. En dan zit je hier op je verjaardag op GNHQ. Het aan het vieren met alle mensen om je heen waarvan je houdt. Bedankt voor alle felicitaties. Jongens, thanks voor het kijken deze week weer naar de vlog. Een jaar en een week oud inmiddels. Super vet als we met jullie kijken en geef een duimpje en zo en like en zo. Maar kan je eigenlijk maar op 1 ding wijzen en dat is morgen. Want morgen begint de Road to het Gamers Net eSports team. En dat wordt zo ongelooflijk vet. En ik ben er zo ongelooflijk trots op dat we het gaan doen. En ik geef ons een kans. Kom morgen kijken, check wat het is. Want volgens mij wordt het enorm episch. Tot morgen.